meneer Helmantel. Zou ik u even mogen storen? Ja hoor. Want u bent nu bezig met een schets te maken? Een schets van een deel van de kerk van Dordrecht. En wat is de bedoeling van uiteindelijk de schets? De bedoeling van de schets is dat ik hier een goede werktekening maak. Die veel informatie heeft om mee naar huis te gaan. Zodat ik thuis, naar aanleiding van de schets of de tekening, een schilderij kan maken. Van dit deel van de kerk. U heeft gekozen voor eigenlijk een klein deel van de kerk. Ja, het is eigenlijk een detail van de kerk. Achter in het koor. En niet eens het meest karakteristieke misschien. Maar ik vind het wel een hele boeiende plek. Het heeft iets eenvoudigs, een mooi doorkijken, mooi van kleur, van atmosfeer. En ik hoop dat op een goede manier vast te leggen in dat schilderij. Ja, u heeft niet gekozen voor een groot gedeelte van de kerk? Nee. Heeft er ook mee te maken dat ik niet zo van de gotiek ben. Met alle bewondering hoor. Maar ik hou eigenlijk meer van Romaanse kerken. En dit deel van de kerk, dat doet nog een beetje denken aan die Romaanse sfeer. Door zijn eenvoud. Ja. En dat vind ik heel boeiend. U maakt nu één schets? Of meerdere schetsen? Nou, ik denk één, misschien twee. En vanavond hoop ik weer thuis te zijn. En vandaag de tijd te hebben om die schetsen te maken. Ja, en hoe gaat u dan verder te werk? De schets is het uitgangspunt? Ja. En die wordt, ik denk dat de schets een keer vergroot wordt. Voor het schilderij. Misschien één of twee keer. En dan hoop ik daar binnenkort mee te beginnen. Het is een tekening met potlood. Ja. Er zit geen kleur in. Hoe komt u aan die kleuren straks? Nou, ik maak ook kleurnotities in de tekening. Daar schrijf ik erbij. Een rood-bruine deur bijvoorbeeld. Wit gestukte muren. Zandsteen bij een pilaar. En ga ik daarbij langs om het goed, helemaal goed vast te leggen. Ja. In die zin heb ik dezelfde systematiek als Saanderdam in de 17e eeuw deed. Die maakt ook dergelijke hele informatieve tekeningen om thuis het schilderij te kunnen maken. Ja. Hoe groot gaat het schilderij worden? Heeft u daar al een beeld van voor uzelf? Nou, ik denk zoiets. Dat formaat. Wel groter dan de tekening. Ja. Ja. En hoe lang bent u daar nou mee bezig? Stillevens die ik vooral maak, daar zit over het algemeen minder tijd in dan in kerken. Hoe komt dat? Nou, dat komt vooral van de details. Bogen, pilaren, vloeren met tegels. Het is vaak heel bewerkelijk, een kerkinterieur. Maar is dit een eenvoudig deel van de kerk, dus dat zal wel meevallen, maar ja, je bent daar een aantal weken mee bezig. Ja. U gaat het maken eigenlijk ter gelegenheid van de viering van de herdenking van de 400 jaar geleden dat de synode hier in Dordrecht plaatsvond. Ja. Wat gaat er uiteindelijk met uw schilderij gebeuren? Dat weet ik niet. Ze hebben me het verzoek aan mij gedaan, wil je iets met de kerk doen, kun je iets met de kerk doen? Nou, ik heb mij enkele maanden geleden hier georiënteerd en ik had vertrouwen in deze plek. En nu de temperatuur wat aantrekkelijker is, wordt de schets gemaakt. Ik hoop dat ik op tijd klaar ben met een aantal dingen. Want het gaat niet alleen om dit, maar het gaat ook nog om andere dingen die met Dordrecht te maken hebben. Dat ik dan tijdig enkele schilderijen kan tonen. Ja, want u gaat ook een stilleven maken? Ik denk een paar stillevens. Ja, ik heb een keuze kunnen maken uit de collectie van het depot, het gemeentelijk en museale depot in Dordrecht. En vooral bodemvondsten van vooral nog voor de reformatie en voor het ontstaan van, voordat de synode plaatsvond. Maar ook een paar hele mooie tinnen kannen die ik kan gebruiken om eventueel iets met een avondmaal te doen. U heeft die voorwerpen gisteren uitgezocht, heb ik begrepen. Ja, die neemt u mee naar huis. Ja, ja. En dan gaat u ze thuis in een opstelling schilderen. Daar maak ik thuis composities van. Ik heb een behoorlijk aantal voorwerpen krijg ik mee.
om daar het nodige mee te kunnen doen. Je moet ermee kunnen spelen, hè? Thuis doe ik zus, doe ik het zo. En ja, je moet er wat mogelijkheden hebben in de grootte van de dingen en de sfeer van de dingen om die keuzes te kunnen maken. Dus het kan ook best zijn dat enkele dingen niet geschilderd worden. Dat zou best kunnen. Maar je moet ze wel bij je hebben om te kunnen spelen met die compositie. Maar daar ben ik van. Compositie vind ik heel belangrijk. Als die schilderijen klaar zijn, wat gaat er dan mee gebeuren? De bedoeling is dat ze hier tijdens dat gebeuren van het herdenken gepresenteerd worden achter in de kerk. Hier, waar we nu ons bevinden. Ja. En dit is een mooie, intieme plek in de kerk. Rustig. En die zal heel geschikt zijn om een goede presentatie te maken. En daar komen dan ook andere werken van u bij te hangen? Ik zit zelf te denken aan een stuk of 5, 7, ik weet niet precies. In ieder geval niet meer dan 10. Maar die een indruk geeft van mijn doen en laten. Geconcentreerd op datgene wat ik naar aanleiding van dit gebeuren maak over Dordrecht. Ja. Ja. En die, ik noem het maar even de Dordtse schilderijen. Ja. Met de Dordtse kerk, de grote kerk en de Dordtse voorwerpen. Ja. Gaat u die verkopen of hoe gaat dat? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, of? Dat weet ik helemaal nog niet. Ik maak ze en dan zie ik het wel. Het is niet echt in de opdrachtsfeer, het is meer in de verzoeksfeer. En als er vanuit Dordrecht niks gebeurt, nou, dan is dat zo. En als ze geïnteresseerd zijn in de resultaten, dan kunnen we ze overleggen wat we gaan doen. Ja. Ja. Het kan ook zijn dat ze zeggen, nou, wij doen niks en dat ik dan dat wel iets van verkoop. Het ligt helemaal open. En anders gaan ze weer terug naar Groningen? Ja, ja, ja. Kent u Dordrecht? In de loop van de jaren heb ik een aantal keren Dordrecht bezocht. Ik ben veel in het museum geweest. Ik heb de toren al eens beklommen, jaren geleden. Ik heb de kerk een paar keer gezien en nu natuurlijk nog weer wat intensiever. Maar ik ken de stad Dordrecht ook wel vrij goed. Ik ben ook, Otto Dieke is mij bekend. Ik heb eens een keer bij hem gelogeerd, jaren geleden. Een groot tekenaar. Kees Stook ken ik goed, die komt ook uit de Dordtse. Philip Kouwen. En de museumcollectie ken ik goed. Ja, ik ben hier en ik heb zeer genoten van de Jongkind tentoonstelling, kort geleden. Dus ik ben wel op de hoogte met het een en ander hier. In en rond Dordrecht. Ja. U gaat nu de schets afmaken vandaag en dan, dan hoeft u wat u betreft niet meer terug te komen om het beeld nog op uw netvlies te krijgen. Nee hoor, nee. Dat is eigenlijk altijd de praktijk. De tekening moet zo zijn dat ik niet weer terug hoef. Kijk, ik heb ook wel Groninger kerken geschilderd en getekend natuurlijk. Nou, die liggen in de buurt en nou, daar kun je makkelijk nog eens even naartoe gaan, maar Ik zit ook in Zuid-Frankrijk te werken en in Zweden en in Duitsland. Ja. Nou ja, de tekening moet goed zijn. Ja, en dat is meestal ook eigenlijk altijd wel het geval. Oké, succes met uw Dank u wel. Dank u.